organisaties en spreken dus on behalf of the future. De high-level dagen hier in Rio zijn begonnen. 20 tot 22 juni vindt de eigenlijke conferentie plaats. En dan wel met alle ministers, presidenten en onze eigen staatssecretarissen. Vandaag komen alle heads of state hier naar Rio. En je ziet, de beveiliging is flink aanwezig. De files nemen toe. Sommige presidenten komen zelfs met helikopters ingevlogen. En er staan allerlei paarden en ME klaar om deze conferentie tot een goed einde te brengen. Spring maar achteruit. Nou, het is gebeurd. We zitten op de fiets. Asma rijdt hier voor ons, de staatssecretaris van Milieu. Ladies in red komen gelijk erachteraan. Nou, Ralit, lekker fietsen. Eindelijk hebben we duurzaam transport voor in deze stad. Het is namelijk alleen maar file, dus het lijkt ons een enorm goed alternatief om hier wat meer fietsen te introduceren. Nou, wij als jongerenvertegenwoordigers mogen hier ook bij aanwezig zijn. Hartstikke mooi. Dus wij hebben geregeld dat we ook echt een aantal high-level mensen kunnen spreken en kunnen overtuigen van de jongerenvisie die wij hier hebben hier in Rio Plus 20. Zo hebben wij bijvoorbeeld om tafel gezeten met de vice-president van de World Bank. Zo hebben we ook gesproken met Potocnik, de eurocommissaris van de EU, die hier het woord voert op naam van de EU. Zo hebben we ook met onze eigen staatssecretarissen en degene van de kennisstellingen en van het bedrijfsleven een oprechtheidsverklaring laten tekenen om te laten zien van oké, kijk, wat wij hier in Rio doen, nemen we mee naar Nederland en we zijn serieus om hiermee aan de slag te gaan. Dus we willen ook met jongeren hierover om tafel gaan zitten. Hartstikke mooi resultaat. Here in Rio, you have recognized the challenges and you have renewed your commitment. Maar wij zijn niet zo van het afwachten en met onze fingers crossed zitten hopen dat die hoge meneren wat goed gaan zeggen. Wij willen ook zelf het woord nemen. Nou, dus dat hebben we mooi geregeld. Daar zit ze hoor. Gewoon naast de secretaris-generaal Ban Ki-moon. Alsof het niks is. Met de rode jasje. I see all the youth leaders, young people must be at the center of building sustainable future. I have made empowering young people as one of my top 5 priorities. It's a really great honor to be here and to have a chance to speak with you and to you. Right now, the voice of the youth is not reflecting in the outcome document. It makes us maybe losing trust. And it's actually the worst that can happen in the world, I think. And we need to be included in the future where we are talking about it, because we are the future. And among others, I wish that the older generation will see that we are committed. We're willing and we're waiting to contribute. Please, take us serious. Engage and empower the future that we really, really want. Thank you so much. Seja erradicada e o meio ambiente. O Brasil se orgulha de ter organizado e presidido a mais participativa e democrática. I hear no objection. It is so decided.